Wij zijn dom. Dat kan je wel zeggen, ja. Wij gaan vandaag, deze video, gaan wij reageren op... Nee, helemaal niet. Zie, nu zijn we al dom. Wij gaan niet reageren. Wij gaan moeilijk... Nou, vragen beantwoorden. Nee. Het zijn niet moeilijke. Normale vragen. Ik heb een site gevonden en dan kan je kiezen uit makkelijk, normaal en moeilijk. Dus ik dacht, oké, moeilijk. Nou, er stonden toch woorden tussen en dingen tussen waar ik niet wist wat het betekent. Dus ik dacht, oké, we gaan naar normaal. Zo, dat was ook moeilijk. En die gaan we doen? Nee, ik heb... We gaan makkelijk doen. Nee, ik heb die site achtergelaten. Wat gaan we nu doen? Een andere site. Oké. Oké, ja, laten we pas beginnen met de eerste vraag. Ja. Dus we gaan moeilijke vragen beantwoorden, ja? Ja? Algemene kennisvragen. Ja, wij hebben geen algemene kennis. Ja, nee, totaal niet, nee. Nee. Ja, oké, de eerste vraag wordt... Oh, ik moet niet het antwoord bekijken. Ik heb het antwoord gezien, maar ik vraag het even aan jou, ja? Ja, oké. Welke Amerikaanse feestdag wordt jaarlijks gevierd op de vierde donderdag van november als traditionele dank voor de oogst? Wat? Oh, wacht, 4 november? Is 4 november Thanksgiving? Nee, dat is niet Thanksgiving, toch? Jawel, dat is Thanksgiving. Goed is dat zo. 4 november? Nee, de vierde donderdag van november. Oh, ik dacht al 4 november, what the fuck? Oké, hoe noemt men een tijdelijk restaurant dat slechts voor een korte periode ergens gevestigd is? Bijvoorbeeld in een leegstaand pand. Je hebt toch ook, ik heb dit antwoord ook gezien echt een uur geleden of zo, maar je hebt ook winkels die dat doen. En hoe noem je zulke winkels? Dat weet ik niet, Nienke. Ik snap de hele vraag fucking niet. Oké, hoe noem je een... Dus gewoon een winkel die tijdelijk gevestigd is in een leegstaand gebouw? Ja. Dus Jusimu had toch ook eens een keer iets in Japan en zo'n druwe... Ja. Ik weet dan niet hoe dat heet. Dat is een pop-up store. Dit is een pop-up restaurant. Maar ik wist niet dat je een restaurant ook kon doen. Right. Ik wist wat het woord was. Alleen nu niet. Daar gaat mijn algemene kennis. Tot zover. Van welke organisatie is een brandende kaars omringd door prikkeldraad het symbool? Een brandende kaars met prikkeldraad. Een brandende kaars met prikkeldraad. Wat? Een brandende kaars met prikkeldraad. Een brandende... Ik denk nu gewoon letterlijk aan een kaars en prikkeldraad. Waarom denk ik aan kerk? Het is een Amnesty International. Een wat is? Een Amnesty International. Ik weet niet wat dat is. Ik ook niet. Nee. Oké. Wat is dat ook? Hier. Vanaf 1985 kwamen steeds meer Europese landen overeen om een gebied zonder binnengrenzen en dus zonder douanecontroles te vormen. Hoe heet deze zone? De Europese zone. Dus je hebt dat is aardrijkskunde, oké? Je hebt geen douanecontroles. Wat zijn gebieden zonder binnengrenzen? Waarom doen we deze video? Wij zijn veel te dom voor dit nu. Zou kijken, de Schengenzone? De Schengenzone. Wat is dat? De Schengenzone? Ik klik makkelijk aan. Ja, goed zo. Als je me zegt de Schengenzone, dan ga ik denken van, joh, wat voor heb je nou? Wat voor drugs heb jij op? Schengenzone. Wat is dat? Duits? Jesus. Oké, we hebben hier. Op het embleem van welk luxueus Italiaans automerk staat een... Chargenrende stier. Oh, waarom ben ik... Oh, god, dat is een Lamborghini, toch? Ja. Dat is toch enige dat is toch, stier? Ja, want de rest heeft paarden. Dat is een Lamborghini. Nice. Welk stripfiguur is als een kind in een ketel toverlang gevallen en werd daardoor supersterk? Kennen wij als een jeugd niet? Wat is dit? In welke is in een ketel gevallen en werd daardoor supersterk? Werd iemand ooit supersterk? Het is Obelix. Ja, maar ik ken Obelix. Ik heb nog nooit Obelix gelezen of iets gezien ervan. Ik ook niet. Hoe heet in de psychologie het gevoel dat men in de huidige situatie al eens eerder heeft meegemaakt? Déjà vu. Ja, dat is goed. Ah! Dat is toch niet in de psychologie? Nou, misschien. Déjà vu. Is dat... Oké. Nou. Waar ben je bang voor als je cryofobie hebt?
Cryofobie. Cryofobie. Een stuk krijt. Dat je gaat janken. Tranen. Ik ben bang voor tranen. Cryofobie. Angst voor kou of ijs. Die naam staat ook fucking nergens op. Hoe kan je angst hebben voor kou of ijs? Kan je dan een ijsje eten? Kun je dan zwemmen? Oh, dit zijn hele moeilijke. Hoe wordt een aardbei in het Engels genoemd? Hoe wordt een aardbei in het Engels genoemd? Waarom moet ik zeggen vriezer? Wat is een aardbei in het Engels? Wacht even. Oh, strawberry. Ik ging over in alle talen behalve Engels. Hoe wordt de kerstman genoemd door een Frans kind? Een croissant. Wat is kerstman überhaupt in Sinterklaas? Klaas Santa. Père Noël. Oh ja, maar dan moeten we weten, want er staat altijd Noël op een fucking dier. Hoe noemen we het moment waarop het heelal ontstond? De oerknal. Of de Big Bang. Waarom wilde ik de oerknal zeggen, maar dacht ik van, joh, dat is zo fout. Maar dat is toch eigenlijk tegen religie in? Want ja. In de Bijbel staat geen oerknal. Nee. Dat is gewoon God en twee mensen. Welke drogeristerijketen heeft als slogan, ik weet niet hoe die naam ooit steeds gelukkig, verrassend. Altijd verdelen. Dat is wat. Dit is zo vreselijk. Hoe noemen wij de psychische aandoening waarbij iemand dwangmatig spullen steelt? Vaak spullen die hij of zij niet eens wil hebben. Oh, Sims. Dwang. Nee. Sims. Oh, dat kies je. Met de hand en het diamant. Ja, je wilt. Sims. Dat was een kutwoord. Dwang. Kleptomaan? Ja! Oh mijn god, ja! Je bent zo slim! Welke kleur heeft de laatste letter van het Google-logo? Oké, niet groen, niet blauw. Geel? Niet rood, dus geel. Dat is rood. Godverdomme, waarom zei ik ook niet rood? Ik dacht dat rood meer in het midden zat. Hoeveel karaat is puur goud? Ik wil 24 zeggen. Maar... 24 toch? Ja. Ik ben, wat is karaat? Nou, dat was alles. Oh. Oké. Hoeveel hebben we er goed? Ik zou één keer een moeilijke pakken. Nee, maar dat gaan we zo niet halen. Ik vond kleptomaan, deed ik al veel te lang over. Jeetje, wat is het Romeinse cijfer L? 50! What the fuck? L? Bro, ik weet nog niet eens wat 1 is. Oh jawel, ik weet wel wat 1 is. Dat was een grap, mensen. Dat was een grap. Ik weet wel wat 1 is, oké? Okay? Ik weet niet wat 5 is. Ja. Of is dat IV? Zo'n streepje in IV, is dat 5? Ja, of 4, want dan, wat wordt min? Geen idee. Ik heb geen idee hoe het werkt, dat hele stelsel van zijn. Ik vind het achterlijk. Wij zijn hier veel dom voor. Ja. Er zijn echt wel dingen waar we slimmer zijn. Alleen moeten we die nog vinden. Ja, het zijn ook van... Ik zat op te twijfelen over fucking Thanksgiving. Dat was erg, hè? Ik wist dat niet eens. Alleen omdat ik het heb gelezen, wist ik het. En dat, omdat er oog staat, dan is het logisch. Want met Sims heb je... zo'n tarwe dingetje? Ja, volgens mij is zo'n pompoen erin of zo, weet ik veel. Ja. Kleptomaan, dat was echt goed dat ik dat opeens binnenkreeg. Ja. Jij scrolde al! Ik keek precies op het moment dat jij het zei. Ik dacht, yes girl, you got this. Sims, als je denkt, oh mijn kind is dom, Sims. Ja. Maar, daar komen we nog meer goed? Ik weet niet waar we nog meer goed hadden. Ik ook niet. Hoeveel gaat 24, het? Hoeveel karaat is het? Weet je hoe ik dat wist? Omdat ik dat ooit eens een keer... Iemand deed ook eens een keer zo'n quiz. Ja, toen was het ook 24. Ik wist het ook. Maar weet je waarom? Ik dacht wel 24. Dat is toch een Bruno Mars die wat 24K heet? Is het niet Magic? Ja, maar 24K... Ja, Magic in R doen we. Ja, 24K Magic. Dus... Ik dacht daar gewoon aan. Oh. Daar is mijn... Ik denk niet eens dat het misschien iets heeft te maken. Maar het gaat om het idee dat ik het goed heb. Oh, you're so stupid. We moeten deze test eens een keer goed doen. Ik weet niet of deze video online komt door deze domme shit. Ja, deze video komt online.
Oké, deze video komt online. Dit is een voorproefje van de echte quiz. Ja, we gaan nog wel even... Ik denk de volgende keer als we een quiz doen, moet jij 10 vragen verzinnen voor mij, moeilijke. En dan ik. Voor jou. Dat is zoveel werk. Ja, dat boeit mij niet. Wat is Justin Bieber's middelnaam? Ah, ik krijg een kutvraag onder je gooien. Oké. En ik vind ook dat we eens een keer zo'n dicté moeten doen. Gewoon ja, met een hele met, moeilijke met spellen. Gewoon ja. Van... Ik denk dat jij al stroomt met het woord ketterman. Nee, ik heb net gezien dus. Ja. Oké, wat voor kutwoorden heb je? Psychologie. Nou, dat is niet heel moeilijk. Ik zou niet weten hoe je het begint met schrijven. We hebben nooit geweten, mijn hele leven niet. P-S-I-Y. En waar is het? C-H-O. L-O. Maar dat is zo makkelijk, mijn hele leven. Ja. Fuck. Ik zal het woord voor je bijgooien. Ik zou iemand kangeroe relatief, dan vermoord ik je. Is het nou kangeroe of kanga? Nee, het is kangeroe. Gewoon nee, dat is in het Engels toch? Met maar het is gewoon goeroe toch? Van O-E-O-E. Ik weet het niet, ik weet het niet. Die mooie dingen staan hier ja hoor. Maar... Oké, ja. Dus abonneer voor die prachtige video. Wij zien je weer niet. Verdomme. Ja, oké. Abonneer voor onze leuke ideeën die we hebben. Buit. Op naar 1K. Roze haar. Dat moet ik even opschrijven. Ja, Amazon. Roze haar. Want ja. Als we dat snel halen, dan heb ik het nog eens binnen zo meteen. Zo snel gewoon het echt niet halen hoor. Bro, ik dacht dat we nog op 500 vast zaten, oké? Hallo, hé. Oké, ja. Tot de volgende video. Dit was de video. Dit halen we echt allemaal uit. Doei.